als patiënt vind ik dat artsen steeds meer zich tot vaktechnische mensen ontwikkelen. Dus een arts, dat wordt iemand die zijn vak heel goed verstaat. Vak veel meer van een algemeen vak. Geldt ook voor de specialisten destijds. Mm-hmm. Je had een internist, maar die bestaat eigenlijk niet meer. Mm. Dat zijn allemaal cardiologen, reumatologen enzovoort. In de geneeskunde steeds meer met protocollen gewerkt wordt. En dat is ook wel goed vanuit vaktechnisch oogpunt gezien. Mm-hmm. Als je niet in het protocol past, dan zitten ze ineens met hun handen in het haar. En bovendien, dat algemene mens zijn, dat wordt verwaarloosd. Er waren twee chirurgen die me geopereerd hebben. Eén voor het urinegedeelte en één voor het darmgedeelte. En die voor het urinegedeelte, dat was een professor. En die man die kwam af en toe zomaar langs om alleen even te vragen hoe het met je ging. En hoe voelt hij zich nu? Dus die benaderde die kant wel. Dat vond ik fantastisch van hem. Maar die voor het darmgedeelte, daar ging het verhaal van dat het een enorme goede vakkundige man was. Dat het een soort genie was. Maar die heb ik nooit meer gezien na de operatie. En toen vroeg ik een keer aan een zuster, die dokter X, komt hij wel eens langs? Toen zei ze, nee, dat doet hij niet. Hij doet die operaties en patiënten, hij zegt dat hij patiënten niet leuk vindt. Als huisarts, zeker als een beetje ouderwets huisarts, want ik ben dus in 1970 begonnen als huisarts. Dat is al een hele tijd geleden ondertussen. Heb ik me altijd wel geprobeerd voor die mensen te interesseren. Toen was een huisarts ook iemand in die tijd, we deden veel huisbezoeken, dus je kwam bij de mensen thuis. Die was letterlijk huisarts. Mm-hmm. En dan zag je ook thuis hoe het daar was. Bezoeken aan huis wordt bijna niet meer gedaan, omdat het niet efficiënt is. En dat kan me ook wel weer wat bij voorstellen. Maar daardoor wordt het ook een veel meer technisch vak. Dus die huisarts die denkt ook in protocollen. Als je je klacht zegt en dan vraagt hij nog wat en dan onderzoekt hij misschien wat. En dan word je meteen in een protocol geplaatst. Mm-hmm. Dat protocol is hij heeft iets ernstigs en hij moet nu foto's laten maken. Of het lijkt erop dat hij een luchtweginfectie heeft, maar dat lijkt niet zo ernstig. Dus dan komt hij in het protocol van een week aanzien. Ik weet dat zelfs in de meeste gevallen van kanker eigenlijk niet bekend is waarom iemand het nou krijgt.